Emery, Sint-Augustinus, 1897. Stuk om ons hier naar het Schwanseplein van Gelijn, voor het gemeentehuis te brengen, om de klanken van de Vief van Gelijn hier aankomen. De Vief van Gelijn zijn vooral gesymboliseerd met de vlaggen bovenop voor ons corner. Een heel mooi gebaar. Alle vijfde verenigingen hier in het gemeentehuis, die één. We gaan straks, staan ik al, de gaaskinderen oplaten en de gipsen van dat de man zit. Maar goed, het wijnhaal gaan we er veel ballonnen aan. Misschien sleet er zit het gewoon voor. Maar verder tot zo niet is. Ruud was de geestelijke vader eigenlijk van het ganse oploten van de gaasketel. En hij fluistert mij altijd 1 minuut voor 11, net voor het oploten, altijd gaat in. En dan mocht dan gaat beter. En meestal is dat ook, ja leuk. Hij zei het, Bert zei er, het woordje Gelijn is een oud Schots woordje. Zoek het op internet, dan ik wel op de telefoon. Maar Gelijn betekent, laat gewoon. Dus dan noem ik ook aan, Ruud wie deze, laat gewoon het gewoon hoogdadig doen. En ik wil toch... Hier even Sean Meins ook welkom heten. Gistermiddag een ganse bijzondere middag bij jou gehad. Tot aan de vlag toe, hè, Jean. Maar de huffer in de heuvel. 50 jaar geleden stadsprins geweest. En fijn dat ze er is. En ik ga heel graag het woord geven aan de winnaar van het Vastelavondsleedsconcours 2018, middenslager 2019. En ik ken hem nog vanuit de leerkers, Sean, wat kent het allemaal groeien. Uw applaus voor de winnares van het Eentjesconcours. Met de slager dadelijk zijn twee liedjes zingen van 2019. Oud Oud Gelijn, Lonne Tiele! Hey. Dankjewel, dankjewel. Ja, en ik heb mijn jas even aangehad en een biscoot. Normaal heb ik mijn bekske aan en heb ik hier om aan. Dus ik ben niet verkleind, zeg maar. Ik heb het Vastelavondsleedsconcours mogen winnen van Gelijn. En dat is echt een eer om dat te mogen winnen, om ook hier de jeugd van Gelijn te mogen vertegenwoordigen en hier mijn liedje te mogen zingen. Dus, Tel me, zeg je inge, is van die oma de beulzaam. En als ik begin te tellen, het Gelijn ons al wel goed gebracht. Zou het moeten werden, maar want ik heb wel het goed. Dan komt de angelen met die verre. Maar
Zingen. En toen moest je echt denken, ja, ik heb een paar nummers, dus wil ik echt anders zingen. En ja, dan wil ik even alle prinsen en alle jeugdprinsen die even bij me hebben. Voor dat liedje. En gewoon even van even mijn jas gaan en gebeuren. Ja, dat is toch iemand wat trots op zijn, hè? Iemand wat trots op zijn klein. En ja, dat liedje wat ik gewoon zingen, ik heb er lang niet meer gezongen, dus vergeet me als ik de tekst even verkeerd heb. Maar dat liedje is geschreven door Pauline en is die ook aanwezig hebben gezien. Daar. Hey! En ook in de revue vorig jaar, toen we Brian hebben uitgeroepen. En ja. Dat liedje gaan we nu nog een keer zingen. Dus ik wil dat je even allemaal met Sjoenkot met het liedje Gelijn, het wordt weer laat. Dan moet ik even hier in het midden weer staan. Je doet jou met vaste lovend. Kijk daar weer naar ons. De nu prins, wel wordt het. En ken ik niks in de snoer. Geweldig en dicht werd zien, veel het gemeente is een perfect pleitje te organiseren met de prins en die loestere trek dat dicht.
De wilskind weet de veurt gemeente hoe veurt weer dat optochtje georganiseerd hebben. We doen ze ruft voor de veuren en dan stoont ze dan. Ik maak gebruik ervan om in ieder geval Lonne te bedanken. Namens Anne nogmaals gefeliciteerd. Ik bedank ook de werkgroep onder leiding van Nico Thomas. Samen met bestuur die weer een prachtige mes hebben in eentje zat. Daar worden we kunnen geneten om ook die dingen te delen. Nogmaals, Augustinus 1897, ik ken het niet later dan jaartaal. Geer ook van harte bedankt. En dan gewoon ik vragen aan de prinsen en om onze technische ondersteuner Ruud Verwesch om de gaasketel te brengen. Want het gaat dit echt gebeuren. De oud-jeugdprinsen die hebben gezorgd dat de ballonnen natuurlijk voorzien zijn van helium. Oh. Ja. Even een test oploopt. Kijk, kijk, kijk. Oh, ja, dat zijn er maar drie, hè. Ja, toch gaat aan de andere kant van de Willemien. De prinsen lopen met. Misschien moeten we ook even gewoon metlopen. Hè. Als de microfoon dat rijk zoiets, Frans. Goed, en hopelijk kunnen we ook het volgende jaar zeggen. De 11e en dan de Vastelovensmis. Dan komen we weer hier en hier weer terug. Ja, we gaan die Frans heeft de microfoon, hè. Dat is niet zo. Ik heb hier al een woord over de grond. Dank u wel. 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 Dank u w